Niels de Stadbader, het is gelukt. Het is gebeurd, jongens. Ik heb hem vast met een allereerste Mia en ik ben er echt heel blij mee, echt waar. Eerste Mia, ja, logisch denk ik, hè. De eerste Mia, want er was ervoor eigenlijk niet veel mogelijkheid om hem te winnen, denk ik, voor jou. Nee, het is mijn eerste plaats, dus eigenlijk had ik ervoor niet echt een Mia kunnen winnen. Maar het is wel zo dat ik de voorbije jaren heel veel in mijn zetel lag en elk jaar zat te kijken naar de Mia's en dacht van, stel je voor dat ik volgend jaar uitgenodigd ben. Dat was al het eerste, want ik was nog nooit uitgenodigd geweest. Dus dat vond ik al heel stoer dat ik er vanavond kon bij zijn, dat ik hem win, is de max. Is echt heel tof. Vlaams Populair, dat is, dacht ik, een prijs van het publiek? Ja, Vlaams Populair, een prijs van het publiek. Het publiek die ervoor zorgt dat ik mijn job elke dag kan doen. Als ik ergens speel dat er heel veel volk is en dat die mensen ook mijn platen kopen. Dat ik met een boterham kan verdienen met hetgeen wat ik allerliefste doe. Dus het is soms leuk om geapprecieerd te worden door collega's, maar ik vind het publiek nog altijd op een of andere manier belangrijker. Oké, je zegt wel dat je veel aan het publiek te danken hebt, maar ja, je hebt het eigenlijk zelf voor een groot deel ook gedaan. Hè? Want als je geen goede plaat maakt, dan heb je het publiek niet mee. Ja, en je probeert een goede plaat te maken sowieso. Hè. En dat doe ik ook niet alleen, want ik heb, om een voorbeeld te geven, Miguel Wils, die heel veel ervaring heeft, die doorgeeft aan mij en die mij ook helpt bij alles, ook naast het podium trouwens. En dan heb je nog producer, heb je nog platenfirma, je hebt zodanig veel mensen. Maar inderdaad, ik ben toch heel blij dat ook mijn teksten worden meegezongen door mensen en dat nu deze prijs heeft opgeleverd. Legt dit nu meer druk op jouw schouders? Ik zou eens moeten kijken, meer druk op mijn schouders, dat weet ik niet. Maar nee, het doet mij vooral veel plezier, omdat ik het gevoel heb dat deze trofee er misschien voor zorgt dat ik de kans ga krijgen om nog een plaat te maken, om nog meer te gaan spelen. En dat is het liefste wat ik doe. Dus daarom alleen al ben ik heel blij. Ja, maar binnen 2 weken verschijnt er eigenlijk al een nieuwe plaat. Binnen 2 weken, ja, inderdaad, komt er iets heel bijzonders aan. Inderdaad, een limited edition. Hè? Of een limited edition, wat is het? Allee, je ziet, ik ben een Vlaamse zanger, een speciale editie. Met de beste nummers van Niels en Wils. Dus van Miguel en ik. Met bekende covers waar ik een Nederlandstalige tekst heb opgeschreven. Dus met uiteraard alle nummers die ook op speeltijd staan. Dus volgend jaar opnieuw Mia, maar dan te delen met Miguel Wils. Daar moet ik nog eens over nadenken. Of dat ik met een Mia ga delen met Miguel Wils, daar moet ik nog eens over nadenken. Maar als hij met zijn vrouw deelt, dan zal ik misschien deze Mia. Ik en Frey en hij dan met Mia. Misschien.